hebben 4 periodes zeg maar, in het jaar. We zijn begonnen zeg maar, met onderhoud, een stukje over de fiets, zeg maar, hoe de fiets in elkaar zit, schoonmaken van de fiets. Nou, nu zijn we dus bij versnellingsnaven, krijgen we allemaal informatie over hoe de versnellingsnaven in elkaar zit, verschillende versnellingsnaven. Nou, wat ik hier aan het doen ben op deze opleiding is, ik leer hier alles over fietsen, hoe het in elkaar zit. Onderdelen in elkaar, verkoop, accessoires, hoe ik het in mijn eigen bedrijf, in het bedrijf moet toepassen. Dus ja, ik leer hier alles. Wat ik heel goed aan de opleiding vind is dat je verschil hebt tussen een stukje theorie zeg maar, en een stukje praktijk. Er wordt duidelijk uitgelegd zeg maar, hoe je met de onderdelen moet omgaan. Wat ik goed vind aan de opleiding, ze halen alles wat kan gebeuren in de rijwielbranche, dat halen ze hier eruit en dat gaan ze doornemen met je. Als ik verbeterpunten heb aan de opleiding, eigenlijk is alles wel prima hier. Alles wordt goed uitgelegd, klantvriendelijk. Hoe je met klanten om moet gaan en hoe we een reparatie moeten doen. Nou ja, normaal, ik zit bij mijn vader in het bedrijf sinds anderhalf jaar. En ik zou een aantal jaren wel de zaak over willen nemen. Dan wil ik nu voluit leren over de fietsen en hoe het in elkaar zit, verkoop. Zodat ik over een aantal jaren mooi mijn eigen bedrijf kan beginnen. Ja, we hebben in ieder geval op de locatie Bartimeus. Daar hebben we ook een aantal studenten lopen. Onder andere slechtziende en blinden. En die doen daar ook de opleiding fietstechniek. En vanuit het Deltron College is er een collega die daar een stuk theorie en praktijk geeft. En daar halen ze gewoon ook een erkende diploma voor fietstechniekers. Hoe deze opleiding bij mijn werk aansluit is dat je hier echt de tijd kan nemen om iets te kunnen repareren. En op het werk moet het eigenlijk wat sneller. Dus daarom kan ik hier mooi alles uitgebreid bekijken.